Ik heb vooral het meeste zenuwen om niks te vergeten en geen fouten te maken. Ja. Mm-hmm. Dat eigenlijk. Maar valt dat niet zo makkelijk op te lossen? Zo gewoon als je de tekst vergeet, even... Eigenlijk wel. Eigenlijk, we zullen dat eens proberen als het misgaat. Als je dat straks hoort, zijn we dus iets vergeten. Ja. Zelfs de vissen in het water delen in het feestgevoel, want het is eindelijk zover. De grote première van de drie biggetjes en zien ze hier stralen dag K3. Hallo! Hoe lang heb ik hier niet op gewacht? Hoeveel interviews hebben we niet over die biggen gedaan? Eindelijk is het zover. Eigenlijk echt al jaren. Ja. Jullie hebben er al één show op zitten, zometeen is de officiële première. Hoe is het verlopen? Is alles vlekkeloos gegaan? Ja, keigoed en veel beter dan gedacht, want het publiek ging los. Het was niet normaal, ze lachten met alle mopjes en ze deden mee en het was zo fijn. Uh-huh. Ja. En voor jou? We hebben met z'n drieën bijna staan huilen in het huisje voordat we opgingen. We stonden daar we hadden echt zo allemaal tranen in onze ogen. Sorry, ik denk dat ik zo meteen misschien ga huilen op het podium. En wij komen op en dat geluid komt uit die zaal en... Dat heeft mij helemaal gevuld met alleen maar liefde en plezier. Ik ben echt een heel gelukkig mens. Ja, ik zie het. En dan heb je nog 129 shows of zo te gaan, toch? Ja! We zijn gezamenlijk. Ja! Nee, maar dat is wel echt gewoon super tof. En zo'n dag als vandaag is ook gewoon eindelijk mogen we het brengen. Dat is er, maar ook wel zo van... Oh. We gaan het brengen. Wat gaan ze ervan vinden? Het was echt het publiek, was de max. Wij zaten echt zo van... Ja, we voelden ons heel gesteund en heel geliefd. En dat is super tof. Waar gaat het biggetjes nu eigenlijk over? Het is eigenlijk het vervolgverhaal op de originele drie biggetjes. Want je had de biggen met het stenen huisje, het strooien huisje en het houten huisje. En de big met het stenen huisje is eigenlijk onze mama in deze voorstelling. Dus de big die het heeft overleefd. En wij zijn haar dochters. En die wolf die destijds dat huisje niet omver heeft kunnen blazen, die heeft nu drie zonen gekregen. En hij zegt eigenlijk, goh jongens, ik ben te oud, maar ik wil toch eigenlijk wraak nemen op die biggen, dus gaan jullie ze maar vangen. Mm-hmm. En ja... Of dat dan goed afloopt, dat is dan natuurlijk maar de vraag. Dat is maar de vraag, ja. Dames, de vorige keer heb ik aan jullie gevraagd met wat kan ik jullie plezieren vlak voor die première om nog zo even te chillen, even tot rust te komen. Weten jullie nog wat jullie gezegd hebben? Ja. Nee? Weet je het echt niet meer? Ferrero Rocher? Nee. Nee, nee. Meer showbiz kijken, Hanne, meer showbiz kijken. Voor jou was het chocolade. Oh, nee. Voor ons Marten was het een pot mayonaise. Daar word je blijkbaar heel gelukkig van. Maar het meest bijzondere vind ik dit hier, een bol mozzarella. Ja, daar ben ik oprecht heel blij mee. Maar wat ga je daar nu mee doen, vraag ik mij af. Dat ga ik opeten. Ik giet de vocht eruit en dan eet ik dat gewoon zo op. Oké, dat is bijzonder. Dat is iets Nederlands, denk ik, toch? Nee, wie weet. Gewoon iets Julia's. Dat is Julia. Voilà, geen vragen bijstellen. Ik zou zeggen, geniet ervan. Ik ga ook genieten van de show zo meteen. En ja, doe dat goed, hè. Maar ik geloof erin. Dat gaat helemaal goed komen. Wel heel veel plezier. Voilà, en wat vonden jullie van mijn strikje eigenlijk? Maar kijk, ik vind het mooi. Ja, heel tof. Speciaal gekocht voor vandaag. Echt? Keileuk. Dat is mooi. Daar zijn we heel blij mee. Ja.